Goedenavond. De voormalige Shah van Iran is op 60-jarige leeftijd in een Egyptisch ziekenhuis overleden. Zijn toestand was gisteren al sterk achteruit gegaan. De Shah werd verpleegd in het militaire Maadi Hospitaal, iets ten zuiden van de hoofdstad Cairo. Hij heeft hier verschillende operaties ondergaan. Het graf van de Shah komt in het Rifi Mausoleum, waar de hele koninklijke familie van Egypte is begraven. Tuinlieden legden deze week de laatste hand aan de tuinen rond het mausoleum. De vroegere heerser van Iran was in Egypte terechtgekomen nadat hij van een aantal andere landen te horen had gekregen dat hij niet welkom was. De Shah heeft zijn land ongeveer 40 jaar lang met strakke hand bestuurd. De Shah wilde van zijn land een westers industrieland maken en bouwde een enorme strijdmacht op. In het buitenland zocht hij hulp, vooral op militair gebied. Hij leefde in een sprookjesachtige omgeving. Dat bleek bij zijn derde huwelijk nu met Farah Diba. Het bleek ook bij de talrijke staatsbezoeken. De Shah en zijn familie onderhielden nauwe banden met de Nederlandse koninklijke familie. Koningin Juliana en prins Bernhard brachten in 1964 een officieel bezoek aan Iran. De Shah hield alle macht in eigen hand en hij kon daarbij rekenen op de steun van een machtige bondgenoot, Amerika. Maar de oppositie tegen zijn regime werd steeds openlijker, ondanks het harde optreden van het leger en de geheime dienst, de SAVAK. In 1978 kwam het tot een uitbarsting, een regelrechte opstand met duizenden doden en gewonden. Een opstand tegen de Shah. Die had, bij al zijn hervormingen, de aard van zijn volk over het hoofd gezien. Die aard bleek diep religieus te zijn, gebaseerd op de islam en verpersoonlijkt door de Ayatollah Khomeini, die de nieuwe leider zou worden. Op 11 januari 1979 verliet de Shah huilend zijn land. Voor een vakantie, zoals hij officieel liet weten. Hij ging voor korte tijd naar zijn vrienden, de koning van Marokko en president Sadat van Egypte. Later vestigde hij zich met zijn gezin in Mexico. Maar in oktober van het vorig jaar werd hij opgenomen in een ziekenhuis in New York. Dat leidde tot de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran en de gijzeling van het ambassadepersoneel. Ook in Amerika protesteerden veel Iraniërs. Maar de Shah was nergens erg gewenst. Na een kort verblijf in Panama vertrok hij uiteindelijk naar Egypte. Zijn oude vriend Sadat verleende hem gastvrijheid. Op 24 maart verscheen de Shah voor de laatste keer in het openbaar. Hij werd door een team van artsen behandeld voor kanker. Maar er traden verschillende complicaties op en uiteindelijk stierf de ex-Shah vandaag op 60-jarige leeftijd. In de eerste reactie op de dood van de Shah heeft een Iraanse regeringsvertegenwoordiger laten weten dat er geen verandering zal komen in de betrekkingen tussen zijn land en de Verenigde Staten. Radio Teheran maakt het nieuws bekend met de woorden: de bloedzuiger van de eeuw is eindelijk dood. Het radiostation onderbrak het normale programma 90 minuten nadat het overlijden van de Shah bekend was geworden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf een tamelijk neutrale verklaring uit. Er wordt geen melding gemaakt van de jarenlange betrekkingen tussen Amerika en de Shah. President Carter heeft de familie van de Shah zijn deelneming betuigd. Het Italiaanse parlement heeft vandaag besloten om het onderzoek tegen premier Cossiga stop te zetten. Cossiga was beschuldigd van het laten ontvluchten van een terrorist door misbruik te maken van kennis die hij als premier had. 5 dagen lang is de zaak Cossiga besproken geweest in het parlement. Daarover nu Fred Foppen vanuit Rome. Het Italiaanse parlement heeft vanmiddag premier Cossiga met 535 stemmen voor en 370 stemmen tegen vrijgesproken van die aanklacht. Hoewel in dit geval het parlement moest optreden als een soort rechtbank, is er nauwelijks sprake geweest van een normale rechtsprocedure. De regeringspartijen waren bij voorbaat voor vrijspraak, de oppositiepartijen waren tegen Cossiga. Premier Cossiga was als eerste in de geschiedenis van het parlement in staat van beschuldiging gesteld, omdat hij de toenmalige vice-secretaris van de Christendemocratische Partij, Carlo Donat-Cattin, onthuld zou hebben dat diens zoon Marco als lid van de terreurorganisatie Prima Linea gezocht werd wegens de moord op minstens 3 personen, onder wie een rechter in Milaan. Onmiddellijk na dit gesprek is de zoon van Donat-Cattin ondergedoken, waarschijnlijk in Frankrijk. De regeringspartijen nemen het de communisten bijzonder kwalijk dat ze tegen Cossiga hebben gestemd. Politiek betekent dit proces en deze vrijspraak dus dat de breuk tussen de regeringspartijen en de communistische partij nu volledig is.
De communisten zijn voor het eerst sinds 1975 weer teruggedrongen in het absolute isolement van de oppositie. In Grahamstown in Zuid-Afrika zijn 3 zwarten omgekomen bij rellen. Dat gebeurde gisteravond na een begrafenisplechtigheid voor een jongen die omgekomen was bij eerdere onlusten. Tijdens de massale bijeenkomst ontstonden rellen. 2 slachtoffers werden gedood door politiekogels. In Den Haag is vandaag op het Malieveld een landelijke asieldierendag gehouden. Het publiek kon daar dieren kopen die uit de asiels weg moeten, omdat ze er al zo lang in zitten. Er bestond flinke belangstelling bij het publiek dat een keus kon maken uit 60 honden en 40 katten. Het ging bij de honden veelal om bastaards. Het merendeel vond een baas of bazin. Kopers waren wel verplicht om hun adres op te geven. Er volgt dan later controle op de behandeling van de dieren. Die controle houdt verband met malafide praktijken van hondenhandelaren die hun dieren aan laboratoria slijten voor dierproeven. Uit het hele land waren asieldieren naar Den Haag gebracht. Belgisch zijn vaak overvol. Er is sprake van een geschat overschot van alleen al 65.000 honden. Het is bang voor niks en niemand, want u staat met z'n allen naar hem te kijken en dat is een zeer betrekkelijk blik. Het is een huishond. Ik vind dat wat prettiger dan bastaard. Het is een huishond. Het is een huishond. De weerswachting van het KNMI tot morgenavond. Vannacht kans op mistbanken. Overdag zonnig en een middagtemperatuur van ongeveer 25 graden. De vooruitzichten voor dinsdag en woensdag: eerst zonnig en warm, later enige afkoeling en mogelijk een onweersbui. Goedenavond.